We hebben hier een hele mooie Tolse hoen. Dat is echt een joekel van een beest natuurlijk. Je wilt natuurlijk dat het uiteindelijk sappig blijft. Mooi krokant korstje krijgt. We gaan hem rubben met een droge rub. Geen marinade. Marinade is op oliebasis. De olie valt er dan vanaf. Geeft natuurlijk verbrand. Geeft een bittere smaak aan je product. Maar ook door de olie kan de korst eventueel krokanter worden. Maar zorgt er wel voor dat de rook en de smaak eigenlijk minder intrekt. De olie zorgt eigenlijk dat hij een beetje afsluit. En zorgt ervoor dat die rook er minder goed intrekt. Dus we hebben de huid mooi in laten drogen. Wil je nou een echte krokante huid, kan je hem droog in de koelkast leggen. Een nacht droog, onafgedekt, in de koelkast laten liggen. Met eventueel een klein beetje rub erop. En dat zorgt ervoor dat de huid het vocht in de huid onttrekt. Waardoor die nog krokanter wordt. Meestal als je kip aan een rotisserie spit gaart, leg je hem eigenlijk in het pekelwater. Pekel, natte pekel, is water met ongeveer 10 tot 20% zout. Pas wel op dat het niet te zout wordt uiteraard. Die kip die pakt dan extra vocht op. Nou, met het garen verlies je natuurlijk altijd vocht. Ongeveer 30% van het vocht verdampt. Door er van tevoren al extra vocht aan toe te voegen. Die kip zuigt zich een beetje vol. Door die pekelwater, dus de smaak zit erin van de pekel. Zout, maar je kan ook peper, kruiden aan toevoegen. Jeneverbes, laurier, tijm. Houdt die 10% extra vocht vast. Na het garen houdt dus ook 10% extra vocht over. Waardoor je dus minder uitdroogt. Nou, wij gaan andere manieren daarvoor pakken. Wij gaan hem pekelen. Wij gaan hem injecteren. Ik heb hier een injectiespuit. En hier een mooie pekel. Die pekel heb ik gemaakt met gember. Je ziet stukjes gember in zitten. Ik heb er ook laurierblad in zitten. Tijm. Ik heb er een kippenbouillon bij gedaan. Voor het zouten, voor de volle smaak. Extra smaak aan die kip te geven. En citroengras in mee laten trekken. Dus dit is eigenlijk een hele goede, krachtige bouillon waar ik die kip mee ga injecteren. Injectiespuit. Goed vol laten zuigen. Net als bij de dokter. Klein beetje de lucht eruit halen. Hop. En dan vooral het borstje wil je natuurlijk dat hij niet uitdroogt. De bedoeling is eigenlijk zoveel mogelijk vocht in het vlees spuiten. Dus tussen het vlees in ga je extra vocht spuiten, waardoor je dus minder kan uitdrogen. De smaak komt er helemaal in. Dus je ziet dat ik ook echt, even kijken wat ik al laten zien. Ik steek heel de pin erin en dan spuit ik en dan haal ik hem een klein beetje terug. Net zolang totdat er eigenlijk een druppeltje vocht uitkomt. Bij een slager doen ze dat ook vaak. Roast beef of frikandeau geeft extra smaak. Zorg dat het ook minder snel uitdroogt. Maar dat is ook heel goed je lekkere kip. De borst is natuurlijk belangrijk, want die droogt als eerste uit. De borst heeft ook een lagere temperatuur nodig om te garen als de dijen. De dijen zijn wat dikker, blijven natuurlijk wat meer rosé. Zou je ook nooit helemaal wit kunnen laten krijgen. Sommige mensen vinden dat riskant. Maar goed, als je een goed temperatuur hebt met een goede thermometer, weet je natuurlijk altijd dat je veilig zit. Bacteriën zoals salmonella en zo, die gaan eigenlijk sowieso dood bij een bepaalde temperatuur. De dijen ook een klein beetje injecteren. Maar probeer echt die borst zo vochtig mogelijk te houden. Hebben we ondertussen een vraag, Joey? Nee, het is een beetje stil op de chat eigenlijk. Dus als jullie vragen hebben, gooi ze gerust erin en dan kunnen ze tijdens dit soort momenten lekker behandelen. Even kijken, dan ga ik even naar een ingestuurde vraag. Want er waren natuurlijk heel veel mensen die vooraf vragen hebben ingestuurd. Even kijken, wat is relevant om hierbij te vermelden? Even kijken hoor, ja, hoe voorkom je eigenlijk dat vlees droog wordt? Nou, door te injecteren, maar heb je daar misschien nog andere methoden voor, Zoe? Ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je vlees niet uitdroogt. Dadelijk gaan we met de picanha gaan wij een reversed sear geven. Nou, dat is natuurlijk een hele andere techniek. Normale mensen, in ieder geval de ouderwetse koks, die weten eigenlijk dat vlees uitdroogt. En daarom schroeien ze het eigenlijk altijd dicht voordat ze het eigenlijk doorgaren.
Dat dacht men in ieder geval. Tegenwoordig kan je ook reverse sear. Daardoor krijg je een veel mooiere geheim. Houdt die eigenlijk heel goed zijn sappen vast. Er zijn heel veel technieken voor. Maar dat gaan we in de workshop nog wel behandelen. Oh. Ik voel trouwens dat hier zit, in deze poot zit genoeg vocht. In de borsten zit genoeg vocht. En je voelt dat er extra vocht in zit. Alleen in deze poot voel ik dat hij nog niet helemaal... Hè, hier is hij nog een beetje stug. Nou, daardoor daar ga ik nog een beetje extra vocht aan toevoegen. Lekker goed die pin erin steken en terughalen en vocht in spuiten. Goed. Ik heb een papiertje. Daarmee gaan we de kip even droog deppen. Zodat hij mooi die rub kan pakken. Ik heb hieronder het spit liggen, Joey. Ja? Ik ga even spit hieronder pakken. Nou, vooruit. Oppassen dat ik geen kabels lostrek. Rubben is natuurlijk een hele mooie techniek om extra smaak aan je product te geven. Een rub is een droog kruidenmengsel. Dus nooit met olie, altijd droog. Is het met olie of nat, dan is het eigenlijk meer marinade. Voor vlees, kip, producten die je eigenlijk slow cookt, gebruik je eigenlijk alleen maar dus die rub. De rub gaan we er lekker overheen strooien. In de horeca hadden we vroeger al de vuistregel. Goed kruiden, lekker invrijven en daarna afkloppen. Alles wat er afvalt is overbodig en alles wat eraan blijft zitten heb je ook echt nodig. Hoe groter je stuk vlees, hoe meer kruiden eraan blijven plakken, hoe meer massa je hebt. Heel de kip, zorg dat alle kanten mooi gerubd zijn. Wij hebben hem geïnjecteerd, dus ik ga de binnenkant van de kip ga ik niet rubben. Heb je nou niet geïnjecteerd en wil je zorgen dat de binnenkant ook natuurlijk goed smaak heeft, dan kan je de binnenkant ook rubben. Dat doe je eigenlijk via zijn anusje, hier langsonder, kan je met je vinger in, lekker alle kruiden erin smeren. Of onder het huidje natuurlijk. Onder de huid kan ook, hele mooie techniek. Goed. Even kijken hoor, Martijn vraagt, verlies je niet veel vocht wanneer je heel veel gaatjes in die kip prikt? Nee. Als je een rauwe kip snijdt, dan hou je ook geen vocht op je snijplank. Dus niet dat die dan leeg loopt. Dus hier zit eigenlijk de rauwe kip aan, kippenborstje, kippendijen, zitten hier nog aan het bot. Als ik dat nou insnij, zonder te garen, dan houdt hij nog steeds al het sappen vast. Het vocht wat eruit komt, is het vocht wat ik toevoeg. Dus ik maak gaatjes in de kip, spuit ik het vocht in, blijft er heel veel vocht in, maar soms, er komt altijd wel een beetje vocht uit. We gaan het nu op een barbecue leggen, op een Kamado, van 150 graden. De buitenkant die schroeit daar ook gelijk dicht. Dus als het gaat garen, houdt hij zijn vocht vast. Zou ik hem lek prikken, hetzelfde met een thermometer, puntthermometer, steek je die erin, dan steek je hem eigenlijk lek. Het vocht wat eruit komt, dat is een druppeltje en daarna stolt het gelijk. Net als je bijvoorbeeld een huidje hebt in je hand, er komt een druppel bloed uit en daarna zou het eigenlijk gelijk moeten stollen. Dat is een beetje de basis. Ja. Ook hoeveel vocht spuit je erin, vraagt Alex. Zoveel mogelijk. Ja, totdat het er eigenlijk uitloopt. Ja, totdat het eruit loopt. Je hoeft hem natuurlijk niet 100 keer in één borst te steken. Want op een gegeven moment houdt hij niet meer vast. Maar dat zie je heel goed. Ja, jij zei ook, je kan het voelen. Als het nog stug is, dan kan hij wat meer vocht hebben. Ja. En op een gegeven moment, als hij soepel is, dan... Je ziet nou ook echt heel goed dat de borst zit echt heel veel vocht in. Dus hij is echt een beetje slappig geworden. Dan komt omdat er extra vocht in zit. Ja. Om jullie een beeld te geven en toch een houvast te geven. Ik denk dat je met die spuit 15 mm was tot hier. Ik denk 6, 7 keer hebt ingespoten of zoiets. Ja, maar goed, er gaat heel veel vocht verloren. Heel de snijplank lag natuurlijk vol. Maar zeg even 100 ml dan. Ja. Zoiets. Dit is natuurlijk wel een tos, zo'n flinke... Ja, dat is wel een groot beest. Dit is wel een heel groot beest. ik ben hem nu aan het spiezen. Zorg met het spiezen dat het natuurlijk zoveel mogelijk vast blijft zitten. Dus we gaan met de pinnen gaan we proberen overal in te steken. Ik heb hier de poot eigenlijk achter de pin gezet, zodat hij dadelijk met het garen niet open kan vallen. Goed steviger in. Die pinnen, die moeten er ook in. Want die zorgen er eigenlijk voor dat hij niet kan draaien. Heb je bijvoorbeeld een hele vis of een hele kip en die pinnen die zitten niet goed erin gestoken, dan heb je kans dat hij op een gegeven moment loslaat. Dan blijft het spit wel draaien, maar de kip niet. Kijk, pootje eronder. Goed stevig aanduwen. Zorg dat alle pinnen er goed in zitten. Juist. Ja. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook een pin.
Wederom zorg ik dat hij in het borstje komt, in zijn nek. En dan ga ik hem een klein beetje vastdraaien. Twee mijn handen was tussendoor. Als je de kip aan het rotisseriespit doet, als de cameraman heel even wil komen, dan kan je zien wat we gedaan hebben met de houtskool. We hebben eigenlijk een hele muur gemaakt met de houtskool. Dus als je erin kijkt, dan zie je dat er eigenlijk achterin houtskool omhoog ligt. Dus hiervoor zit helemaal niks. Hieronder zie je de houtskool liggen. Die staat aan en we hebben een muur omhoog. Dit werkt eigenlijk net zoals zo'n durumdunner spit, zeg maar. Mooi. De kip zit eronder. Het vet wat eraf draait gaan we opvangen met een draaipak. Aluminium, want die kan je een beetje vormen. Zodat je gewoon alleen maar onderin het vet opvangt. Anders zou je kamado helemaal vies en vettig worden. En dan moet je alweer schoonbranden, terwijl je dat makkelijk op kan vangen. De muur omhoog zorgt ervoor dat je eigenlijk die grill krijgt. Die grill aan de ene kant. Het vet wat eraf draait kan niet verbranden, want het valt niet in de roodgroeiende houtskool. Maar hij heeft wel die temperatuur en die rooster. Dus de grill staat goed aan. De kip krijgt daardoor een heel mooi krokant huidje en blijft heel goed sappig. Joey, wil jij even de bak plaatsen? Ja. Onderin een mooie spit eraan hangen. Een beetje meer naar het midden, denk ik. Ja, ik heb hem los zitten, zodat ik hem een klein beetje kan schuiven. Het spit gaat in de motor, tussenin, en zorgt dat de kip echt in het midden zit. Dat hij overal een goede warmte en een goede verdeelde warmte kan pakken. De schroefjes draai ik aan, de spit zit in het midden, erin. En dan gaan we hem daar ook de motor aanzetten. De kip gaat nu draaien, zorgt natuurlijk voor die hete lucht, voor dat grill, huidje bakkelkant weg. We kunnen hem ook tussendoor insmeren met een olie. Dan krijg je wel weer een ander effect. Dit zorgt ervoor droog, dat de huid helemaal droog en krokant wordt. Zou je hem insmeren met olie, dan krijg je natuurlijk een vettige laag. Olie zorgt natuurlijk ook dat hij gaat verbranden. De kip is nu aan het draaien. Alles is geïnstalleerd. Ik ga nog wel extra rooghout toevoegen om nog een beetje extra smaak te krijgen. We hebben hier sinaasappelhout. Sinaasappel is heel licht fris. Dit is natuurlijk een rookchunk. Dus die rookchunk die gaan we eigenlijk onderin plaatsen. We zitten op hogere temperatuur. Dus je hoeft niet te zorgen dat die echt direct in de roodgroeiende kern zit. Door die temperatuur gaat hij toch wel roken. Hij is goed geplaatst. Hij vangt alles op. De deksel gaat dicht. Dan gaan we hem terugbrengen naar die 150 graden. En lekker laten draaien. Dan wordt er heel vaak de vraag gesteld. Luister eens, Zoe, ik heb geen spit. Kan ik het ook op een houder op deze manier doen? Eigenlijk is Beacon Chicken het beste voorbeeld. Werkt bijna hetzelfde. Je hebt natuurlijk die ovenfunctie, die heet de luchtfunctie. Maar je mist de grill. Je mist de directe hitte. Zou je Beacon Chicken direct pakken, dan verbrandt hij aan de onderkant. Want hij kan niet ronddraaien. Dus een spit is een hele leuke techniek. Daar kan je heel veel mee. Wij gebruiken nu een spit van Let's Q. Je hebt verschillende merken. Uiteindelijk passen ze allemaal op bijna iedere kamado. Dus dat is een beetje universeel. Ja. Spit, bijvoorbeeld een hele picanha aan het spit of een hele zalm aan het spit, is ook natuurlijk heel lekker. Beacon Chicken of met een draaipan eronder heeft bijna hetzelfde effect. Mis je alleen de grill, waardoor je toch die huid wordt niet zo krokant. Als je geen spit hebt, is dat zeker wel een goed alternatief. Ja. Alright, zijn er nog vragen? Nou Gert, waar haal je dat sinaasappelhout? Ja, dat kan natuurlijk maar één antwoord zijn. Dat hebben wij hier gewoon liggen. Sinaasappelhout importeren wij uit Spanje. Van het merk Smoky Olivehout is dat. Smoky Olivehout heeft olijfhout, amandelhout, limoenhout. Wat vergeet ik nou ook? Sinaasappel en nog een smaak waar ik even niet op kan komen. Hele mooie smaken zijn dat. En echt weer wat anders dan het appel, kers, eik, beuken verhaal eigenlijk wat we hier in Nederland wel heel lang kennen. Daar zijn we een paar jaar geleden zijn we daar tegen aangelopen. En dat gaf zulke mooie smaken eigenlijk daar in Spanje.
Dat we hebben gezegd, nou dat moeten we hier in Nederland ook hebben. Dat kennen we hier in Nederland nog helemaal niet. Dus toen zijn we het eigenlijk zelf gaan importeren. En wij verdelen dat ook weer naar andere barbecue speciaalzaken. Dus je kan het ook wel op andere plekken bestellen. Maar we hopen natuurlijk wel dat je het bij ons bestelt, Gert. Want daar worden wij weer vrolijk van. Dan kan ik weer meer livestreams gaan organiseren op die manier. Wil je daar ook dat pootje opbinden of wil je hem zo laten draaien? Gaan we opbinden. Okay. Vleugeltjes gaan we opbinden. Dat is wel een goeie. Ja. Wil je dat nu meteen doen? Ja, doe maar. Dan pak ik hem even. Ik heb hier al windtouw voor jou. Regel ik gewoon, hè. Mooi. We zagen dat de pootjes van de kip wat gingen hangen en die zijn net niet in de eerste spies terechtgekomen. Dus je gaat zo hier nu even extra touwtje omheen doen, dat ze lekker compact er tegenaan blijven zitten. Leg hem heel even op zijn rug, dan kan ik hem goed aantrekken. Nou, er komen nog steeds heel veel vragen binnen over houtskool. Ja, houtskool is op dit moment gewoon enorm lastig in Nederland. De meeste houtskool die wordt vanuit Afrika en vanuit Zuid-Amerika geïmporteerd. Nou, daar hebben ze natuurlijk ook te maken met dat vervelende virus waar wij hier in Nederland ook een beetje last van hebben. De productie daar heeft gewoon heel lang stilgelegen. En de containers die zijn gewoon niet met de boten meegegaan, want de havens waren dicht. Ja, die landen hebben gewoon totale lockdown gehad. Dus goede houtskool is zo enorm schaars op dit moment in Nederland. Wij importeren zelf uit Zuid-Afrika, uit Afrika. Maar ja, die route die is echt al een maand, denk ik, dicht. En daarvoor hadden we net een slechte batch houtskool gehad, dus hebben we containers af moeten keuren. En eigenlijk per week bekijken we nu gewoon in Nederland, ja, waar kunnen we nog de beste houtskool krijgen. Wij verbruiken hier zelf qua verkoop en zelfgebruik ongeveer 10-12 pallets in de week. Dus dat is best wel een aardige hoeveelheid. En we moeten gewoon echt zoeken naar, ja, wat is nu op dit moment de beste houtskool. Wij vonden Big Block van Kamau Joe supergoed, maar die is er nu ook niet meer. En die komt echt pas in juni weer binnen. Dus ja, we kijken nu gewoon waar we de beste houtskool vandaan kunnen halen. Meestal is dat nu nog Cubrancho. Cubrancho is wel wat, ja, komt wat meer smaak vanaf dan wij eigenlijk zouden willen. Komt wat meer rook vanaf dan die houtskool die we uit Afrika halen. Maar dat is eigenlijk, ja, het beste wat er nu te krijgen is. En dat is heel jammer. We hopen gewoon weer snel goede houtskool te hebben. Ja, met een goede Cubrancho is ook niks mis. Maar het is gewoon, we houden van grote harde stukken. Neutraalheid qua smaak. En Cubrancho is wel hard. De stukken kunnen ook hard zijn als ze, of groot zijn als ze goede zeef hebben gebruikt in de productie. Maar vooral, ja, die geur die eraf komt, die is gewoon wel kruidiger en krachtiger dan van een neutrale houtskool. Maar daarin, we moeten toch roeien met de riemen die we hebben. En als het, nu vandaag is het dan even wat minder weer, maar als het gewoon het seizoen er is natuurlijk, ja, dan moeten we gewoon wel lekker mee koken met z'n allen in de achtertuin. We hebben de temperatuur omwille van de tijd iets omhoog laten lopen. Hij is nu zeg maar 170 graden geworden. En je ziet echt die huid, hij is echt krokant. Ik weet niet of je dit kan horen, misschien moet ik met mijn microfoon zeg maar erbij komen. Maar hij is echt helemaal, is hij mooi krokant geworden. En je ziet dat het vet in de bak eronder onderdruipt, weg van de kolen gaat, weg van de hittebron en dan eigenlijk minder gaat roken. De rook die we daar straks zagen, dat was echt puur van die chunk van de sinaasappel die we hebben toegevoegd. En totaal niet van de rook eigenlijk, van het vet. Dus als we hem nu nog even gaan temperaturen één keer. Ja, dan zien we hem hier mooi tegen de 80 graden aanlopen. Of 70 graden bedoel ik in de borst. En in de dijen zou die dan 80 graden moeten zijn. Ja, dan loopt hij mooi tegenaan. Dus de kip is zo goed als klaar. Die kunnen we lekker eraf halen. Ik weet niet hoe je dat bedacht had met presentatie van de kip. Ja, ik ga hem dadelijk een beetje uitbenen. Dan heb je natuurlijk ook een beetje een idee hoe je dat doet thuis. Zullen we dat nu anders gewoon gaan doen? Ja. Vind ik een goeie. Mijn laatste stukje. Wil je deze snijplank doen? Ja. Ik
Even kijken of er dan ondertussen nog wat vragen komen. Even kijken hoor. Kun je de reverse sear ook laten volgen met de caveman staal of juist andersom? Dus eerst caveman dan reverse sear, maar kan je het ook omdraaien? Eerst caveman en dan reverse sear gaat niet. De hitte zit in je keramiek, je krijgt hem niet naar die 90 graden terug. Andersom kan wel heel goed. Dus je kan wel, hè, die picanha, die hebben we net op 90 graden laten garen. Daarna moet je hem afvakkelen op 280 graden. Vervolgens haal je het gietijzer eruit en dan kan je nog een caveman staal erachteraan doen. Picanha is natuurlijk een stuk vlees met vet, maar een reverse sear op groot vlees, een hele entrecote waar je het vet hebt afgesneden, zou wel mogelijk zijn als je hem eerst op temperatuur laat komen en dan die caveman staal doet. Maar omdat die temperatuur zo hoog is, is het heel moeilijk om de juiste garing te krijgen. De kans is groot dat die net doorslaat, doorbakken is, of dat je hem eraf haalt en hij is net nog te rood. Dan moet je hem weer terug doen. Dus om die technieken te combineren is mogelijk, vooral na elkaar, maar met hetzelfde stukje vlees is lastig. Is moeilijk om te realiseren. We hebben hier de kip. Het touwtje ga ik eraf halen. Nou, je ziet dat hij ook nog helemaal glimmend is. Dat is echt het vet van de huid zelf. Het vet is mooi over de kip heen gesmolten. Nou, die rook zit erin. Ik ruik die rook. Dan gaan we hem uitbenen. De large green egg hier ben ik al een beetje op aan het stoken voor die picanha dadelijk. Welke temperatuur had de picanha? Ik zal eens even kijken. Hij is nog een beetje warm, dus ik ga het een beetje voordoen. Ik zal hem even omdraaien. Kan je het in de camera zien. De picanha zit nu op 40 graden. Super. Hier hebben we natuurlijk zijn knie. Zijn dij. Daartussen gaan we hem insnijden. De poot willen we eraf halen. Ik zal even een tang pakken. Hij is nog een beetje warm. Met mijn tang hou ik zijn poot een beetje open. Ga ik in zijn lies snijden. De kip. Tolshoen in dit geval. Ik draai zijn been eigenlijk uit de kom. Hier zie je heel goed. Dit is de bolletje. Hier zit het kommetje. Ik draai hem eruit. En vervolgens snij ik hem verder door. Bot kan je natuurlijk niet doorsnijden met je mes. Dus daar moet je afstand van nemen. Vleugeltje ga ik dadelijk aan beginnen. Eerst ga ik de andere kant doen. Ook dit probeer ik op de camera een beetje te laten zien. Dus hier zit zijn borstfilet. Hier zit zijn dij en zijn bout. Tussenin ga ik hem in zijn lies insnijden. Nou, je ziet als ik het mespuntje erin stop, dan loopt het sap eruit. Dan vouw je hem open. En dan haal je hem uit de kom. De vleugels insnijden bij zijn oksel, dus zijn schouderblad. Als je op de bot zit, wederom proberen uit de kom te halen. Ook hier haal ik hem uit de kom. Hier zit altijd een soort peesje tussen, dus snijd dat peesje door. Je ziet hem lopen, ik zal hem proberen te laten zien. Hier zit met mijn mesje, zie ik het peesje zitten. Dus dit snij ik door. Andere vleugel. Uit de kom. Peesje zoeken. Nou, hier zit echt die pees. Doorsnijden. En je hebt weer het vleugeltje. Bij zijn borst. Zorg dat je hem vasthoudt. Ik hou hem maar bij zijn schouders vast. Met de tang. En zijn borst. Heeft natuurlijk een borstbeen. Net als bij ons. Hier voel je een heel mooi borstbeen zitten. Daar ga ik eigenlijk met mijn mes op snijden. Vervolgens val je met je mes automatisch één kant op. En de kant waar je met je mes opvalt, is de eerste kant die je gaat uitsnijden. Heel voorzichtig met het puntje van je mes langs het bot schrapen. Nou, nu kan ik hem een beetje uit elkaar halen. En dan ga je hem verder doorsnijden. Ik zal het zo aan de andere kant proberen te laten zien.
Alleen zijn sleutelbeen zit hij nog vast. Dus daar moet je langs snijden. Zo'n filetje. En dit is het kippenhaasje. Dus dit is het kippenhaasje, kippenfiletje. We hebben hier de vleugeltjes en hier de volledige poot. Nou, hier zit nog een stukje van de poot echt aan. Maar dit is natuurlijk het boutje. Hier heb je de dijen. Als je dat loshaalt, heb je bijvoorbeeld de drumstick. En als je dat zo hebt, deze V, moet ik zo maar zeggen, noemen ze dat TV-stick. Dat zijn natuurlijk de verschillende delen die je kan halen. Nou, ik hoop dat we een gin tonic hebben. Oh. Ik zal even een serveerplankje pakken. Zal het hier Ja. Nou, opleggen? De kip. Een mooie poot. Nog een mooie poot. Of ja. Lekker. En er kwam nog iets van mango bij, hè? Ja. Ik heb hier een mooie mango salade. Verse mango, dat is natuurlijk veel lekkerder als eventueel uit het diepvries. Verse mango, nou, knijp erin, voel alsof die rijp is. Als die rijp is, dan pas meenemen. Of laten liggen tot die rijp is, want dat scheelt enorm veel aan smaak. De mango heb ik aangemaakt met munt, verse munt. Ik heb de steeltjes van de peterselie gepakt, die ik over had van de anchovies pesto. Geeft een beetje extra bite, een beetje een pittige, frisse smaak. He, die steeltjes van de peterselie kun je ook eventueel wokken. Zijn heel smaakvol, dus die hoef je niet per se weg te gooien. Dat is natuurlijk zonde. Kan je gewoon voor zulke soort dingen prima gebruiken. Munt, rode peper. En ik heb hem aangemaakt met een... de Thai saus van Sausguru. Hele goede saus als basis. Lekkere frisse mango salade bij de kip. Ik heb er ook een beetje noedels bij. Ook daar doe ik een klein beetje mango bij. En dan mag ik erbij op de snijplank. Zo. Ik denk dat ze het net gemist hebben hier in het hoekje, maar ja. Misschien kan er nog een close-up van het bordje komen. Als je hier wil komen kijken, dan zie je inderdaad een mooie mango salade. Nou, je ziet de kip, bijvoorbeeld hier, hij is echt heel sappig. Hij is net gaar. Kan het eraf trekken. Al zijn sap heeft hij bewaard. Kostje extreem krokant. Want hij is natuurlijk niet met olie of zo ingesmeerd. Alles wat glimt is van het vet van de huid zelf. En dat zorgt ervoor dat hij mooie smaak heeft.